Zo. Hebben een kastje gemaakt. Kan functioneren als bivi-licht. Alleen brandt het niet constant. Het is ideaal als je in je bed ligt, denk ik. En je piepen gaat af. Of wat voor ander geluidssysteem dat je hebt. Kun je het ding laten gaan branden. Er was hier en daar wat vraag naar, dus ik heb zo'n ding gemaakt. In eerste instantie had ik een prototype naar aanleiding wat ik gezien had op de beurs. Dat heb ik al in een eerder filmpje heb ik dat laten zien. Nou, ik heb nu een commerciële versie eigenlijk gemaakt. Simpel kastje, schakelaartje erop, verlichting erop. Ik heb hem met een lithium accu'tje gemaakt, vond het eigenlijk wel mooi, chic, netjes. Nou, het paste eigenlijk nog binnen het prijskaliber wat ik voor ogen had. Het voordeel is dat je geen batterij hoeft te vervangen. Als je het accu'tje oplaat, dan ik heb het uitgerekend, gaat het nu met dit lichtje wat hierop zit. En die zeker 30 uur branden. Dus in een weekje naar Frankrijk gaat, voor mij bij 2 weken, dan wordt je pis niet lauw. Want dat zal het accu'tje niet leeg van raken. Dus voordat je weggaat, laat je hem op. En daarna doet hij het. Nou ja, dit is alles eigenlijk. Als je het dingetje wil opladen, dan haal je 4 schroefjes eruit. Er zitten kabeltjes in de binnenkant. Ja, daar zou je laders voor moeten hebben. Of die zou je erbij moeten kopen. Maar je bent niet verplicht om een lithiumbatterij erin te zetten. Je kan er ook op een andere manier voeden. Dat maakt niet zoveel uit. Ik laat nog even zien hoe die werkt. Want voor de rest, ja, ik vind het niet zo spannend. Veel mensen zijn er wel enthousiast over, omdat elders kosten die dingen geloof ik 100 euro. Is een hoop geld. En dan moet je er nog batterijen in douwen ook. Ik heb hem niet instelbaar gemaakt. Ik heb er geen toeters en bellen aan gehangen, want ik vond het eigenlijk een beetje onzin. Hoe verder weg je hem van de geluidsbron zet, des te minder gevoelig is hij. En de tijdsduur dat hij brandt, heb ik gemeten met de stopwatch. Dat was 6, 47 seconden. Dus hij houdt op 45 seconden. Dat vond ik eigenlijk een mooie tijdslimiet. En als hij daaruit gaat, ja, voor mij knip je een keer met je vingers of je geeft een brul. En dan doet hij het gewoon weer. Dus dat is wel mooi. Ik laat de werking nog even zien. En dan ik zal het licht uitdoen. Dan kan je nog een beetje zien hoeveel licht het geeft. Dus dan wordt het even donker. Dat is het daar. Dus ik ga het licht even uitdoen. En dan zal ik hem aanzetten. Ja. Het is nu vrij donker. Nou ja, er komt aardig wat licht af. Ik denk voor in een bivy of in een tent. Dan kan je in ieder geval zien wat je doet. Nogmaals, op deze manier heb ik het gemaakt. Je kan ook een groter licht op of een ander licht. Of een extern licht. Er hoeft geen lithium accu in. Je kan het ook extern voeden. Het is eigenlijk net wat je wil. Maar goed, bij deze. We zullen even wachten tot die uitgaat. Dat iedereen een beetje het idee heeft van hoe lang het brandt. De vorige versie had ik gevoelig gemaakt op allerlei zaken. Ik zeg al, dat heb ik maar niet gedaan. Deze brandt gewoon die 45 seconden. Of je nou geluid maakt of niet. Daarna gaat hij uit. En als ik dan weer geluid maak, nou, dan gaat hij weer aan. Dus, that's it. En als je je pieper verder dichterbij, nou, dat kan je zelf inschalen. Bij deze.